Welkom bij Carnavalskriebels, het vastelovensprogramma van Delta Limburg, wat u op de hoogte hield van al het vastelovensnieuws in de regio. En hoe zal het gezeggen, vastelovend, het is toch oktober? Dat klopt, maar in oktober reupen de vastelovensvereniging De Veldnieuws haar nieuwe wienkundigen uit. Dames, zijn we benieuwd? Jazeker. Hebben we al een beetje een vermoeden? Klein beetje. Klein beetje, het werd heel spannend. Gaat je snel met kijken? Evers, had dit keer meegemaakt dat er 10, 12 als koningin die zo mogen kunnen begroeten. Maar weer gewoon zo dadelijk de nieuwe koningin 2023 begroeten. En de kijken van dit z'n allen, daar is ze. Heb je het groot geworden? Heb je dit prachtige poel gewonnen? Dan gaan we zo dadelijk nu openmaken. Let op, de fotograaf is klaar. En nu kunt het roet, de koningin 2023. Nog niet. Oh, ik ben lang net hoor. Die twee hebben de techniek, want die hebben het ding gemaakt. Die weten precies wat er aan de achterkant ging. Het ging gebeuren. Ja. En een nieuw scherm is gemaakt door de moeder van Kimberly. Kimberly was een paar jaar geleden. Ja, hoe is het meisje? Wat is ze? Hartstikke goed, ik heb zin dat we ook zien met die mooie scherpen maakt. En toen geeft het nu al uit. En dan gaan we het op een bezoekje manier doen. Een hartstikke mooi nieuw scherp. Wie kunnen je? Kijken. En die moeder van Kimberly. Dat is ook toevallig twee hersvriendinnen. Dan is de was zo meneer. En dan geef je de koningin 2021. Dat is een hele goed. Ja. Dan hebben we weer een mooie keuze gemaakt, Bianca en Anita. Prima keuze. En dan geeft ze natuurlijk... Beste Veldnieuws, dat ik hier moest staan vind ik bijzonder fijn. En die grote wens komt nu eindelijk op mijn paard. Samen met ons veer hebben we nog alles in het vaat. Twee secondantes met de nodige ervaring stond ik bij. De pijtante en boezemvriendinnen, secondante nummer 3. Was in met zijn veer en hebben als symbolen klavertje veer. Veer kon voor het geluk tot ver over de breer. De hechte band tussen Ade Jong en Gore Klein hield de Veldnieuws al jaren op een been. Veer, dansen met rug, zingen met rug en blijven positief. Veer, spreken de rol uit voor een mooi collectief. Veer weten wat van ons wordt verwacht. Die gedachte herfst de nodige positiviteit gebracht. Monique, Nicole en Pascal zullen met wie staan, maar voordat ik aan mijn jaar beginnen gaan, vroeg ik aan u alle steun en vertrouwen, zodat we samen met u aan een schoon jaar kunnen bouwen. Laat het geluk met u zien, dan is het vanzelf ook van ons. Veer gewoon voor het geluk, veer gewoon voor het geluk, veer gewoon voor het geluk. Nou, lees Veldnieuws. Ik had niet kunnen bedenken, 3 weken geleden, dat er 3 weken later ik al door de kroon gestoken zou worden door zo'n prachtige wienkoningin. Maar dat ken ik niet tegen ons burgemeester. Ook niet tegen de speech dat je net hebt gegeven. Echt fantastisch. Het is pas 3 weken, maar zoals ze zeggen, het worden 3 fantastische weken. Hoogtepunt na hoogtepunt. En ja, vandaag is het echte hoogtepunt. Het is mijn allereerste wienkoningin. Ik hoop dat er hier nog verder zullen volgen, maar ik wens u in elk geval heel erg veel plezier. Een hele fijne tijd en maak er het shows van. Geweldig om zo'n avond met te mogen maken en zo'n wienkoningin met te mogen installeren, of niet? Ja, dat is echt geweldig. En het is ook mijn allereerste wienkoningin. Dus ja, mijn plezier kent dit op vandaag. Het is schoon om u hier vanavond te zien, want een stem heeft mij ooit al eens gezegd en ik weet dat van ooit eens, als ze in het Romeinse leven wilt zich vestigen, dan moest ze met de vastelovend metgaan. Dan leert ze de meeste mensen het snelste kennen. En ik denk dat je dat al vanavond op een schoon wijze hebt gedaan.
Ik heb zeker vanavond alweer heel veel gezien van de Romeinse vastelavond. Ik ben natuurlijk zelf ook een vastelavondsganger van oudsher. En ook al veel in het Romeinse, maar ik had nog niet alles gezien. En dit was ook weer een heel mooi moment om mee te maken. In Romein hebben we voor meerdere queens. We hebben de Donderqueen, de Mienkoningin. Ja. En natuurlijk ook van de Hofgangers nog de Iskoningin. Gewoon voor een genoeg dukkers in. Nou ja, we zullen pas best doen om te kijken of we dat in kunnen passen. Dat is natuurlijk een hele drukke agenda. Maar overal hoog de kans zijn om aan dit soort dingen mee te doen, zal ik dat zeker doen. Ja, vastelovend verbroedert. Dit is al een stukje eerder in de vastelovend. Zeg maar, de 11e van de 11e moet nog komen. En het belooft een heel groot feest in Romein te werden, of niet? Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoor allemaal spannende verhalen. Dus ik vreug me er enorm op. Kunt je tot slot nog gaat zeggen tegen de wienkoningin die net uitgeroepen is? Wat wilt je haar nog vertellen? Nou, ik vind het een prachtige wienkoningin. En ik kan haar alleen maar zeggen, geniet van elk moment wat ze nu kan meemaken. Want ik denk dat ze dit niet meer zo snel zal vergeten. Dankjewel. Alsjeblieft. Alles en alles gaat beginnen. Heel spannend daarachter, of nee? Ja, dat duurt dan heel lang. Met z'n veren. Ja. Ja. Maar ook een heel schoon moment had ze van tevoren natuurlijk. Met z'n veren. Ja, ja zeker. Je ziet er prachtig uit. Vertel even aan de kijkers van Delta Limburg Wimsebus. Nou, ik ben Chantal Dorme, ik ben 29 jaar. Ik kom uit Romein en ik mocht dit jaar de 39ste wienkoningin zijn van VV de Veldmuis. Wem zijn in secondantes? Mijn secondantes zijn Nicole, Monique en Pascal. En wat zijn die van dik? Nicole en Monique ken ik natuurlijk van de Moezemeetjes, want ik ben al een aantal jaar Moezemeetje. En Pascal is een heel goede vriendin van mij en de peertante van mijn dochter. Zeg, die mam was beneden, die is ook super trots, of niet? Ja, ja. Ik heb haar net al gezien, ik hoop haar dadelijk nog even te spreken. Maar het is geweldig om dit mee te mogen maken, of niet? Ja, zeer zeker, ja. Het is zich ook meer dan gegund. Die spreuk, wilt ze hem nog eens zeggen? Ja, veer gewoon voor geluk. Veer gewoon voor het geluk. Veer gewoon voor het geluk. Ja, helemaal. En die dat geluk straalt je ook helemaal uit. Dat hupt ze alle. En dat is dit toch wel de kroon, letterlijk. Dit erop, Kim, of ja, ja, dat zeer zeker, ja. Wat wilt ze tot slot nog zeggen tegen alle moeze meisjes en alle moeze mankes, neem het maar op, de heel Veldmuis. Wat wil ze tot slot nog zeggen? Ja, ik wil natuurlijk de heel Veldmuis bedanken dat ik deze kans, ja in ieder geval, nu dit jaar mag aangrijpen. En dat ik dit jaar als wienkoningin voor mag komen voor zo'n schoonvereniging. En ik hoop dat we heel veel schoonmomenten gaan metmaken samen en veel feestjes gaan boeien. Dat gaat zeker goed komen. Ja. Nogmaals proficiat en heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Wat je doet, maar zonder jou kan ik niet zijn. Het zag straks, ik ben heel erg opgelucht, maar dat ik nu eindelijk troet ben, voor mij was het meest zenuwachtig. Geheer op aan. Ja, ik denk weer, ik ook. Ja, en dat geluid. Zo, maar haar ook. Ja. Maar de sfeer hing hier heel erg goed, ja, het is super druk. Ja. Het is een warm bad ontvangen, of niet? Ja, echt. Alle meer. Dus
zo gooi vrouwen nu. En ik gun het wel zo. Maar ze moeten wel nu van genieten. Hoor. Kijk, helemaal rood komen. Je beeld zeker goed. Dat ze tot slot nog gaat tegen die dochter zeggen en haar secondantes. Ja, dat ze moeten genieten. Want wat jij er dan om, hè? En niks Heuvelsland. Nee, niks Heuvelsland. Nee. Nog in de zo'n avond. Hetzelfde. Sammelpakje. Hè?